Hey, hey mensen, dit is gewoon Geert Kees van Zinderhoog. Je kijkt gewoon naar mij. Wow, nee? Kijk je naar mij? Nee, jij kijkt naar mij. Jij kijkt naar mij, ja. Hey, ik denk niet dat je geforceerd hebt om naar mij te kijken. Dat hoop ik maar niet. Maar, dit was Zelda, epileptische aanval naar het verleden. Dus ja, meer is het niet. Ik heb het al 2 keer proberen op te nemen. De eerste keer was er iets mis met audio, de tweede keer zei ik wat dingen wat ik denk van, oh, kan het beter niet zeggen, dan trek ik, dan denken mensen, Kees, dat moet je niet zeggen, Kees. Zoiets heb ik dan. Oké, we gaan met het spel beginnen. Help me, alsjeblieft, help me. Nee, ik ga jou niet helpen, weet je. Ik lig hier nou in bed. Het is 2 uur 's nachts. Ik heb net keihard zitten werken, man. En ik heb mijn slaap verdiend. Ik ga nou echt niet meer uit bed komen. Geen haar op mijn hoofd dat ik uit bed kom. Ik zit opgesloten in de kerker van het kasteel. Mijn naam is Zelda. Ik weet al waar dit naartoe gaat. Ik zal Zelda moeten helpen. En dat weet ik ook, omdat het er staat. Dat ik haar moet helpen, waarschijnlijk. Waarschijnlijk, ja, ze zit opgesloten en ze heet Zelda. En iedereen die Zelda heet in een Zelda-spel moet ik redden. Dus als jij Zelda heet, als je ouders je toevallig Zelda hebben genoemd, dan zit jij geluk als je ooit gevangen wordt genomen. Want dan heb je al het kans dat je in een Zelda-spel wordt gestopt en dan gewoon gered wordt. Hoe cool is dat? Nou, de tovenaar Nemo, iedereen ermee eens? Zet hier onder even in de comments als je dat mee eens bent dat we hem voortaan Nemo noemen. Ik weet niet hoe vaak Nemo nog tevoorschijn zal komen, maar ik vind Agra Nemo geen leuke naam. Dus we noemen hem gewoon Nemo. Heeft iets gedaan met de andere vermiste meisjes. Ik weet al wat hij gedaan heeft. En dat ga ik niet zeggen, dat is ontoepasselijk. Vinden mensen niet leuk, want dan denk je, ja Kruis, we kunnen Stalf ook al snappen. Oké, nu ben ik de enige die over is gebleven. Ben je nou zo lelijk dan? Nee, je bent toch niet zo lelijk? Oké, ze is zo lelijk dat ze over is gebleven. Nemo heeft de macht over het kasteel gegrepen en... En wat? En wat? Misschien is het wel het belangrijkste van alles dat je en wat zegt. En... Oh. Probeer nu het zegel van de 7 wijze mannen te verbreken. Puntje. Ik bevind mij in de kerker van het kasteel. Alsjeblieft, help me. Altijd weer, hè? Oh, mijn vader, die zegt... In het spel. Link, ik moet even wachten. We gaan de ochtend weer terug. Nee, ik was zo bang. Ik lig nu in bed. En ik ben nog bang. Nee, alsjeblieft niet. Blijf binnen. Nee, ik ga niet binnen blijven. Mijn vader, u mag dood. Je bent dood voor mij. Ik vind gewoon niet meer dat je dat kan maken om dat gewoon te zeggen. Je zegt gewoon tegen mij, ik moet nog iemand gaan redden. Dat jij niet weet. En nou, ja, ik ga gewoon naar buiten. Hè. Ik ga eigenlijk niet binnen blijven. Nee. Ik bedoel, ik heb gekkere dingen gevonden als dat. Maar dat zal ik niet doen. Never. En nooit niet. Oké, ik ga eerst even al je potten kapot maken. En dan trek ik aan je kast. En dan heel hard trek ik dan. Hij wordt er helemaal rood van. Of hij is al rood. Nee, hij was al rood. Oké, vader, waar bevindt u zich? Waar bent u? Bent u hier? Nee, daar bent u niet. Hé, hey, daar hebben mensen staan. Hé, hey, weten jullie wat mijn vader is? En ze zeggen al zo tegen mij. Wat doe jij zo laat naar het bed, jochie? Hey, rood bellen, mag je lang opblijven? Ga naar huis. Nee, ik ga niet naar huis. Ik bedoel, je kan wel heel mooi naar huis sturen. Maar dat betekent niet dat ik naar huis ga. I'm a badass, motherfuckers. Oké, we gaan die gewoon ontwijken. Ik ga hier onderdoor. Ja, het gaat wel beter. Oh, dan gaan we hier naartoe. Dan gaan we helemaal hier naartoe. Oké. Oh, dan kom ik weer terug waar ik dus net was. Help me, ik zit in een kerker van het kasteel. Oh, ik weet dat er een verborgen pad van buiten naar de tuin binnen in het kasteel leidt. Oké. Leuk dat ik dat weet. Nee, het kan me serieus echt helemaal niks boeien dat ik dat nou weet. Het is leuk dat ik het weet. Daar niet van, dus snel niet van, dat is niet, maar het zou ook niet zeggen van, oh wat erg. Dan is ik ook weer lekker in mijn bedje gaan liggen. Hey, voor jou is geen doel en dat kasteel gaat terug naar bed. Jij hebt er gewoon een deal gemaakt met mijn vader van, als mijn zoon ooit hier langs zou komen, dan zeg tegen hem, ga naar bed.
Ga slapen, er is niks aan de hand. Ja, maar ik mag toch wel nieuwsgierig zijn, verder. Maar mijn vader is al dood voor mij, dus. We gaan eens zien wat hij nog meer te brengen heeft in dit spel. Oh nee, dit had ik echt niet verwacht. Na de derde keer opnemen verwacht je dat niet wel. En daar zullen we hem hebben, mijn vader. Melank, ik wilde je niet in betrekken. Ik heb gezegd dat je het huis niet te verlaten. Neem mijn zwaard en schuld, je kunt de zwaard. Dus. Op dat daarna. Ik loop hier. Ik denk, er is niks aan de hand. Ik denk, oh, ik loop gewoon verder naar mijn vader. Ik zie hem helemaal niet. En hij zegt, ja, je mag hier niet komen. Maar je hebt mijn zwaard en schild. Ga gewoon de wereld redden. Oké. Weet je wat ik dan zeg? Voor die keer. Ja, kom maar op. Doe zo mee op dat aan. Ja, dit ziet er heel verkeerd uit. Ik trek je van de muur af, jongen. Ik trek je er vanaf. Ik weet, je vindt het ook niet leuk. Om in deze toestand te leven. Oké. Ik trek de muur naar. Oké, dan ga ik je wel kapot slaan voor die keer dat ik een waterachtbaan bouw in mijn tuin. Die we niet hebben, maar we hebben wel een groot stuk tuin. Maar ja, niet zo heel groot stuk tuin, want het huis is helemaal van hout en zo. En voor die keer dat je mij zomaar mijn schild gaf. Ik vind het niet kunnen. Dus ik weet nou al wie de slechterik is van het spel, want het is je vader. Cool toch? Of in dit geval. Ja, ik ben Zelda, kijk. Voor jullie is het je vader, of voor mij is het mijn vader. Zeg. Want ik ben Zelda. Of nee, ik ben Link. Hoe cool is dat? Oké. Ik vind het hier een beetje donker. Dan doen we zomaar het lichtje aan. Oh, we hebben te weinig magie. Oh, ik heb nou 5. Ik heb nou 6 geld. Weet je wat ik dan ga doen? Ik ga naar mijn vader terug en ga zeggen van ik zou je wel dat ik geld zou verdienen. Hey, vadertje voorbij. Hey. Ik heb het je gezegd, hè. Ik heb nou 6 muntstukken. Die allebei, die gewoon 6 waard zijn, weet je. Gewoon 6 cent. Ik zei wel dat ik geld in deze familie zou proberen. Dood. Hij is dood. Hij leeft niet meer. En als hij wel leeft, dan leeft hij van mij niet meer. Dan zal ik zeggen, zo, dan zeg ik, nee, hij leeft niet meer. En dan zijn bosjes. En die bosjes zeggen, Kees, sla mij kapot. Ja, als jij die dan op C wil, weet je, dan doen we. Dan doen we dat gewoon. Oké. En we maken wel wat kapot. En Kees gaat niet zo zingen, dat vinden je fans kut. Hey, ik wou dit deel niet te lang maken. Dit is gewoon het einde van het deel. Wat? Kees? We zijn echt gewend aan je grote Pokémon delen. Ja. Laat weten of je dit een leuke serie vindt. Hieronder in de comments kan je het neerzetten. En, oh ja, en voor de mensen die zeggen, Kees, ga Minecraft doen, dan krijg je de meeste likes op. Ik doe dit niet voor de likes, ik doe het voor de fun. Dit vind ik leuk, om te doen voor jullie. Kijk, ik ben geen Minecraft let's player. Ik heb het je gezegd. Dus, en nu, wat gaan wij nu doen? Nou gaan wij de part beëindigen. Nee! Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En dan plaatsen eventjes een reactie en zo. Nou, laat ik maar even met mijn maatstap praten. Hey, plaats even een reactie. Was echt leuk om dit te doen. Ik zie jullie gewoon misschien wel bij de volgende keer weer. En dan tot de volgende keer. Dus later!